Hallo en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een sit-down video voor jullie. Ik ga namelijk wat vertellen over Saar. Dat kon je natuurlijk aan de titel al zien. Want ik dacht, het is wel leuk om misschien een soort van baby-update te doen. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij mij niet kent en dat je mijn kanaal niet volgt. Mijn naam is Jorike en ik maak op dit kanaal allerlei verschillende video's in verschillende thema's. En waaronder ook over mijn leven als jonge moeder van twee kindjes. Ik heb een dochter van nu dus 7 maanden, Saar, en een zoontje van 3. En ja, ik dacht dat het wel leuk om daar even over te delen hoe het nou gaat met het schema en dergelijke. Want ik merk zelf dat ik nu ze wat meer voeding krijgt en andere voeding krijgt. Dat ik zelf ook wat meer aan het zoeken ben van wat is nou normaal en wat doen anderen. En nou ja, misschien nog wat tips zoek ook voor wat betreft voeding. Want ja, ik heb er natuurlijk al wel één, maar dat is toch al best wel even geleden, merk ik. Dus nou ja, goed. Zodoende dat ik dacht, hé, dat is misschien ook wel leuk om te delen zodat anderen van mij kunnen horen hoe ik het doe. En als je me al wel kent, nou ja, hartstikke leuk dat je opnieuw kijkt. Nou ja, zoals ik al zei, Saar is dus nu 7 maanden. En nu ik dit opneem is het eind oktober. En zijn wij begin oktober op vakantie geweest. Ze was 19 oktober precies 7 maanden. En tijdens onze vakantie, wat dus nou ja, net aan vooraf ging, want we zijn 2 weken naar Andalusië geweest. Saar kreeg toen 1 flesje kunstvoeding op een dag en voor de rest nog bosvoeding. Wil je trouwens meer weten over dat bosvoedingsverhaal? Ik heb daarover een video opgenomen en die heb ik pas geleden geüpload. Dus die zal ik even linken en even in het i'tje zetten. In die video deel ik dus mijn ervaring met bosvoeding. En nou ja, voor onze vakantie kreeg ze dus soorten flesjes en daarnaast kreeg ze wat oeverhapjes groente en fruit. We hadden ook al wel een keer wat brood geprobeerd, maar dat was nog niet heel succesvol. Als in, ze at het wel, maar ze kreeg die avond dat ze echt, nou ja, eerst gaven haar gewoon een heel klein stukje kostje en dan sabbelde ze een beetje op en hè, helemaal prima. Maar toen we haar wat meer hadden gegeven, dat ze ook echt wat meer binnen had gekregen, toen heeft ze echt de hele avond lopen schreeuwen en krijzen. Dus wij dachten, dat zal wel door het brood komen, want verder had ze die dag niks anders geks gehad. Dus brood hebben we nog even niet verder gedaan. Daar ben ik nu pas kort geleden weer opnieuw mee begonnen. En daar heb ik vandaag ook eigenlijk pas echt voor het eerst weer wat meer van gegeven. Dus daar kan ik nog niet heel veel over zeggen hoe dat gaat. Maar het gaat inmiddels wel soepeler naar binnen. Ze hapt ook al echt en nou ja, ze hoeft minder te kokhalsen. Dus dat gaat ook echt al wel beter. En ik denk dat op het moment dat ze altijd in een gewone kinderstoel zit, dat het ook makkelijker zal gaan. Want nu zit ze nog in het kuipje en dat gaan we binnenkort, het kuipje van de stokkenstoel bedoel ik dan. Dat eitje wat je er bovenop kunt doen, die newborn seat zoals het zo mooi heet. Die gebruiken wij nu nog, omdat ze nog net niet goed genoeg zelf kan zitten. Want ze valt dan elke keer voorover. Ja, dat vind ik dan niet zo handig. Dus nou ja, vandaar dat we het dus nog even zo doen. Maar goed, over die voeding. Nog een heel klein beetje brood, dus nog niet echt brood, maar echt oeverhapjes, groente en fruit. Dat deden we dus toen ze 6 maanden was. Nou ja, en toen we op vakantie gingen, toen ging ineens dat allemaal. Alles loopt dan natuurlijk anders, want je ritme is niet meer zo vast als dat het was. En we hadden het idee dat ze meer behoefte ook kreeg aan eten. Want op een gegeven moment hebben we daar ook potjes gekocht en haar gewoon potjesvoeding gegeven. En thuis maak ik het meeste zelf gewoon met de babykoek. En nou ja, dan krijgt ze dus eigenlijk bijna altijd vers eten. Zowel groente als fruit. Omdat ik dat en wel makkelijk vind om het zelf te maken. Dat vind ik niet heel veel werk. En het is ook, toch ook, om heel eerlijk te zijn, een stuk goedkoper dan die potjes. En ik heb ook het idee dat vers toch gewoon net iets beter is. Ik weet, dat is niet zo, zegt men, maar nou ja, dat is een beetje mijn gevoel. Maar er is natuurlijk niks mis met potjes en het is ook af en toe natuurlijk best wel heel handig. Dus wij dachten, op vakantie, dan hoef ik niet elke keer te koken. Dan gaan we dat ook eens even proberen. Nou, en dat ging erin, ja. Dat ging echt helemaal prima. Dus, qua hoeveelheden, om het even zo uit te leggen aan haar grootte van die potjes. In eerste instantie thuis at ze nog niet eens de helft van zo'n 4 maanden potje, zo'n klein potje, aan groente of fruit. Maar op vakantie at ze ineens het hele potje leeg. En op een gegeven moment heb ik van die 6 maanden potjes gekocht daar, omdat we waren in Spanje dus. En daar hadden ze van die 4 maanden echt maar heel weinig keuze in die supermarkt waar wij kwamen. Dus toen had ik 6 maanden potjes gekocht en die zijn natuurlijk een stuk groter. Dus ik dacht, nou, als ze daar dan de helft van opeten, is dat ook prima.
En op een gegeven moment, ze bleef maar, sorry, ik wil nog meer. Dus ik denk, nou, dan maak ik het maar helemaal warm. En helemaal was natuurlijk te veel. Maar dat ging echt, ging erin. Dus dat vond ze heel lekker. Dus nou ja. En ik heb het idee dat ze sindsdien ook eigenlijk wel, nou ja, wat meer daar behoefte aan heeft. En de flessen drinkt ze nu van 150 milliliter. Dan krijgt ze... 's morgens, als we wakker worden rond 7 uur, krijgt ze de eerste flesje van 150 milliliter. Die drinkt ze vaak niet op. Daar blijft altijd een bodempje over, maar soms ook nog wel 50 of 60 milliliter. En dan krijgt ze, nou ja, tussen, ik zeg maar iets 9 en 10 ongeveer, krijgt ze fruit. En dan eet ze dus, nou ja, qua hoeveelheid iets minder nog dan, of zeg maar ongeveer zo'n 4 maanden potje. Ik weet niet hoeveel grammen dat zijn, maar dan heb je een indicatie. En daarna krijgt ze dan dus nog een fles rond tussen 11 en 12. Ook weer van 150. Die drinkt ze ook niet helemaal op. Er blijft vaak ook nog een bodempje van over, soms 50. En dan nou ja, gaat ze naar bed. Oh, tussendoor slaapt ze natuurlijk ook. 'S morgens slaapt ze ook nog vaak. Of voor het fruit of net na het fruit. Ligt een beetje aan hoe laat ze wakker is 's morgens en hoe de dag loopt. Hoe het uitkomt ook, nou ja, thuis. Dan gaat ze na de lunch van ons, gaat ze ook naar bed. Probeer ik vaak ongeveer tegelijk met Max, zodat ik even tijd heb om wat in het huishouden te doen. En dit soort video's af te kunnen nemen voor jullie. En anders gewoon even zelf mijn beentje omhoog op de bank. Dat vind ik ook nog wel eens fijn als dat kan. Want dat komt niet meer zo vaak voor. Maar goed, dat is even tussendoor. Nou, en dan slaapt ze, 's morgens slaapt ze meestal ongeveer een uur. Heel soms slaapt ze zelfs anderhalf uur. En 's middags, dat wisselt heel erg. Ze kan soms ook een uur, anderhalf uur slapen. Maar heel af en toe slaapt ze ook nog wel 2 uur. En soms slaapt ze maar 3 kwartier. Dus dat is nog echt heel erg wisselend. Sorry, ik ben een beetje afgeleid. Want er lopen allemaal mensen voor het raam langs. Dus dat is een beetje hoe we dat doen. En nou, dan krijgt ze rond 3 uur krijgt ze weer een flesje weer van 150. Die gaat vaak wel op. Of er blijft een heel klein beetje over. Maar vaak drinkt ze die wel op. Maar dat komt natuurlijk ook omdat daar dan weer meer tijd tussen zit. En wat ik dus dan nu vandaag voor het eerst heb gedaan, is echt wat meer brood toch gegeven. En dan wat meer, dat zijn dan 3 korstjes en een paar stukjes. Dus dat is nog niet eens een kwart boterham aan hoeveelheid. Maar nou ja, gewoon om te proberen en om haar daar aan te laten wennen. Dat krijgt ze dan als wij zelf ook lunch eten. Dus dat heb ik vandaag dan voor het eerst gedaan. Nou ja, en dan dus om 3 uur nog weer een fles. En dan tussen 4 en 5 ergens nog haar groentehapje. En dat is zeker wel, dat is iets meer dan het fruit. Dus dat is zeker wel zo'n 4 maanden potje vol. Soms ietsjes meer zelfs. En nou ja, dat gaat er ook heel goed in. En wat maak ik dan? Dan maak ik, ze vindt boontjes heel lekker. Spessiebonen, snijbonen, bloemkool, pompoen, broccoli. Wat maak ik nog meer? Die dingen doe ik wel meest. Oh ja, en zoete aardappels vindt ze ook heel lekker. Zoete aardappels met broccoli doe ik ook wel eens. En natuurlijk gewoon aardappels. Dus ze doen ook gewoon aardappeltjes door een van die groenten. En ik heb nu ook gisteren voor het eerst gemaakt. Maar dat heeft ze dus nog niet gegeten. Even kijken, wat was dat? Spersiepontje met rijst? Nee, broccoli met rijst had ik gemaakt voor haar. En als ze dat uit een potje eet, dan heeft ze dus al wel eens ook wat met vlees gehad. Ook in Spanje heeft ze wel wat met vlees gehad. Maar zelf heb ik nog niet wat met vlees klaargemaakt. Ik heb echt behoorlijk veel in de vriezer liggen. Dus dat ga ik eerst opmaken. En daarna ga ik ook wat met vlees erbij maken. En ik gebruik altijd van die bakjes van de IKEA. Ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Van zo'n set is dit. En nou ja, dat gebruik ik dus om het in te vriezen. Vind ik echt heel handig. En dan doe ik dan een sticker met haar naam op. En dan heb heel veel bakjes een sticker van Max op. Maar goed, bij de opvang weten ze natuurlijk wel dat Max de broer van Sarah is. Dus dan hoef ik niet allemaal nieuwe stickers te kopen. En nou ja, op die manier kan ze dus ook het groentehapje meegeven of meekrijgen naar de opvang. Want bij de opvang zelf maken ze wel gewoon fruit en dan eet ze daar gewoon mee. En als je een groentehapje wil geven, dan moet je dat dus zelf meegeven bij ons op de opvang. En dat is prima, dus dat doe ik. Nou, en dat alles gaat er dus eigenlijk met smaak in. Dus dat is heel fijn. En ik wil dus ook wat meer vlees ook gaan toevoegen. Omdat het nou ja, wel schijnt dat het ook goed is dat het kindje ook leert aan vlees te wennen. Nou, eten wij zelf ook wel vlees. Maar we eten ook wel regelmatig zonder vlees. Ik vind het zelf namelijk niet nodig om elke dag vlees te eten. En ik ben zelf ook helemaal niet zo dol op vlees, om heel eerlijk te zijn. Dus nou ja, ik vind het ook eigenlijk niet nodig dat Sarah nu al elke dag vlees eet. Maar goed, dat doet iedereen natuurlijk op zijn of haar eigen manier.
Wel vind ik het heel belangrijk dat ze allerlei verschillende smaken leert kennen. Dus ik had laatst ook expres wel een potje gehaald. Want ik dacht nog, ik moet wel iets van potjes eten geven al voordat we op vakantie gaan. Want bij Max hadden we dat namelijk niet gedaan. En hij was toen wat ouder toen we voor het eerst op vakantie gingen. Volgens mij was hij 9 of 10 maanden. En denk maar niet dat hij eten uit een potje wou eten. Want dat is toch wat anders qua substantie. Het is gewoon wat fijner gepureerd dan dat je het zelf gepureerd krijgt. En hij had in het begin echt iets van, nou, dat wat je me nu geeft, ik weet niet allemaal, maar dat hoef ik niet. En ik dacht nog, oh, dat moeten we niet hebben met Sa straks, want dan moet ik alsnog elke dag koken. En dat hadden we gelukkig nu niet. Dat ging echt helemaal goed. Dus dat was echt helemaal prima. En nee, met Max heb ik dus wel veel gedaan, gewoon de gemengde eten, dus bijvoorbeeld een risotto of pasta of lasagne of dat soort dingen, dat kreeg Max dan wel eens uit een potje. En dan zat daar ook vlees doorheen en ik dacht, nou, dat is dan helemaal prima. En dan doe ik gewoon zelf meer het vegetarische en dat dan vers maken, zeg maar. Maar goed, hoe ik dat bij Sarah ga doen, weet ik nog niet precies. Maar tot nog toe bevalt dit dus heel goed, een combinatie geven. En uit het potje had ik dus ook nog iets gehaald wat ik zelf niet zo makkelijk maak. Dat was pastinaak. Dat vond ze niet zo heel lekker, maar daar hou ik zelf ook niet van. Dus dat maak ik dan zelf ook niet. En laatst had ik ook dopetjes geprobeerd. Want ik dacht, hoe maak je dat zelf, dopetjes? Als je zelf verse dopetjes gaat maken, dan komt het dan uit een potje. Of hoe maak je dat dan? Misschien weet iemand het. Maar ik dacht, ja, voor een baby om eten uit een potje te geven. Gewoon hè, zo'n hakkenpotje bedoel ik dan. En dan dat dan gaan malen of zo. Dat vond ik ook een beetje gek. Dus, nou ja, dat wist ik niet zo goed. Dus ik denk, nou, dan halen we dat ook een keer gewoon van de Olfariet. En dat vond ze ook heel lekker. Maar dat smaakt natuurlijk wel een beetje zoals boontjes. Dus, ja, helemaal prima. Nou ja, en dan s'avonds daarna krijgt ze dan nog, voordat ze naar bed gaat rond 7 uur, krijgt ze nog een flesje voeding. Dat is ook weer 150 milliliter. En dat is heel wisselend of ze daar veel van drinkt of weinig. Soms drinkt ze maar een klein beetje en soms drinkt ze hem helemaal leeg. Dat wisselt echt heel erg. Maar dat maakt ook uit hoeveel ze gegeten heeft daarvoor natuurlijk. En nou ja, ook of ze al heel erg moe is. Want als ze heel moe is, dan drinkt ze ook niet goed. Dus nou ja, dat verschilt gewoon nog. En dan, omdat ze helaas nog maar sinds de vakantie heeft geleerd hoe doorslapen werkt. Ze heeft in de vakantie 3 nachten achtereen doorgeslapen. Yay! Daar was ik echt heel blij mee. Want het slapen is nog steeds echt... sinds de vakantie gaat het nu een stuk beter. Ze slaapt nog niet elke nacht door, maar wel echt veel vaker dan daarvoor. Voor de vakantie waren we nou elke nacht minimaal 2 keer eruit, maar soms wel 5 keer. En dat is wel echt slopend, want ja, ze was natuurlijk al ruim een half jaar. En op een gegeven moment moet het dan wel een keer klaar zijn, denk ik dan. Want ja, ik zou wel een keer willen slapen, dacht ik. Nou, en nu gaat het dus langzaamaan wat beter. Dus fingers crossed dat het zo blijft. En misschien komt dat ook nog wel, dacht ik, doordat ze nu wat meer voeding krijgt. Dus echt groente en fruit. Dat het daarbij helpt. Dat ze gewoon gevulder is of zo. Ik weet niet. Maar in ieder geval krijgt ze dus om 10 uur ook nog een fles met pap erin. En dat doe ik nu, denk ik, ja, ruim een maand. Iets langer, denk ik. Misschien al wel bijna 2. Weet ik eigenlijk niet eens precies hoe lang ik dat nu doe. Dat ik dan voordat ik zelf naar bed ga haar nog een flesje geef. En daar doe ik dan dus een beetje rijstebloem door. Ik maak nu de rijstebloem op die ik heb. Want het consultatiebureau zei, oh, dan mag je ook wel fijne granen doorheen doen. Daar pap van maken, zeg maar. En dan als flesje geven. Dus dat ga ik nu proberen. En dat is dan 180 milliliter. Dus dat is dan iets meer dan wat ze normaal krijgt. Maar dat laatste beetje, want het wordt dan op een gegeven moment heel dik aan het eind van de voeding. Want ze drinkt dat dan dus slapend op. Dan haal ik haar slapend uit het bedje. Neem ik haar in mijn armen en dan geef ik haar dat flesje. En laat ik haar een boertje doen. En dan slaapt ze zo weer verder. Dus dat is wel heel fijn. En ze drinkt dan in principe hem zo in één teug helemaal weg. Alleen het laatste beetje, dat is gewoon vaak te dik. Dat krijgt ze er dan niet goed uit. Dus dat laatste beetje, dat doe ik dan altijd weg. Maar dat is echt een bodempje. En dat drinkt ze dus altijd wel echt goed op. En voor zolang dat nodig is, is dat nodig. En blijf ik dat ook doen. Wel hoorde ik mensen zeggen, oh, geef je dan nog 5 voedingen, is dat niet heel veel? Nou ja, dat weet ik niet. Ze heeft het schijnbaar nog wel nodig, maar ik wil wel langzaam gaan proberen om het 4 te maken. En dan doe ik dus niet de avondvoeding er nog af, maar dan wil ik bijvoorbeeld de voeding van 3 uur 's middags niet meer doen. En dat ik dus dan na 7 uur, dan pas om 12 uur weer een flesje geef met dan dus een beetje brood. En dan pas 's avonds weer. Want dan kom je uiteindelijk dus ook op 4 voedingen. En op een gegeven moment wil ik er natuurlijk graag naartoe dat die laatste fles om 7 uur een fles is met pap erin. En dat ze dan dus door kan slapen tot de volgende ochtend.
En gezien ze op vakantie dus ging doorslapen, dacht ik, oh, probeer ik dat een keer. Nou, dat was geen goed idee, want toen was het doorslapen weer voorbij. Dus voorlopig laten we het nog even zoals het is en veranderen we er niet te veel aan. Maar dat is dus een beetje hoe het schema van Sade uitziet. Oh, wacht, ik ben één ding vergeten. Ze slaapt dan ook altijd of voor of na het groentehapje nog weer eventjes. En dat is dan vaak een kort slaapje van een half uur tot een uur maximaal. Maar dat derde slaapje heeft ze ook echt nog wel nodig. Want anders houdt ze het gewoon niet vol tot aan haar lange slaap, zeg maar. En dan is ze gewoon te moe en dan werkt het niet. Het is vandaag maandag en ik ben gewoon even lekker de hele dag thuis gebleven met de kinderen. Zodat ze gewoon even goed kunnen slapen in het bedje. En niet zodat ze niet echt anders weer hoeft te slapen, want dat gebeurt best wel vaak. En ik merk dat ze er toch wel behoefte ook aan heeft. Maar goed, gisteren hadden we een hele rare dag, want we waren veel weg en van alles gedaan. En dan is haar hele slaapritme overhoop. Dus uiteindelijk toen ging ze om 6 uur 's avonds al naar bed voor de lange slaap. En toen kreeg ze rond 9:30 al de flesje van de nacht, zeg maar. En was ze dus vanmorgen ook wat eerder wakker. Rond 6:30, 7 of zo. Op zich nog heel netjes natuurlijk. Dus helemaal prima, daar ben ik heel blij mee. Maar vergrijp me niet verkeerd. Maar het was wel dat ik dacht, oh ja, dit is dus wat je dan krijgt als je dan niet goed in het ritme zit in haar. Want uiteindelijk was ze dus niet voor een derde slaapje. En ja, dan gaat het gewoon net niet helemaal lekker. Dat wou ik ermee zeggen. Dus die 3 slaapjes heeft ze ook echt nog wel nodig. En ja, het is gewoon een lekker ding. Het gaat supergoed. Nu ze de fles krijgt, is ze ook blijer en tevredener. Dus ik denk dat dat ook gewoon goed is. En ja, ik maak dat ook dat ik er nu wel weer een beter gevoel over heb gekregen. Het stoppen met de borstvoeding. En ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met hoe het nu gaat. Dus ja. Al met al gewoon een lekker ding en dat gaat hartstikke goed. Dus ze groeit goed, ze is lekker een beetje stevig. Nou, dat vind ik ook wel fijn, want dan als ze een keer ziek wordt, dan is er ook niet gelijk wat aan de hand. Dus ja. Ja, en dat is dus eigenlijk hoe een dag er bij ons uitziet. En ja, verder gaat het ook gewoon wel goed met Sade, volgens mij. Ze is lekker, ze is vrolijk, ze zit volgens mij lekker in de vel. Ja, ze huilt niet heel veel, ze is wel echt helemaal verzat op de spin nog steeds. Dus ja, dat is wel nog een dingetje. Maar goed, ik denk het is een baby, dus laat lekker. Die spin wennen we op een later moment wel weer af. En nou ja, dat komt vast wel goed. Maar dat is wel echt iets wat mij opvalt, want dat had Max namelijk niet. En ze lacht gewoon ontzettend veel. En dat is gewoon echt hartstikke leuk. Dus het is een blij vrolijk ding. En volgens mij gaat het goed met ze. Dus daar ben ik heel blij mee. Want als het goed gaat met de kinderen, gaat het vaak ook goed met mama. Dus dat is positief. Wil ik het daarmee afronden deze video? Wil ik je graag bedanken voor het kijken. Mocht je tips van me hebben of een ander schema hebben of iets anders willen delen met me, doe dat dan hieronder in de reacties. Zou ik heel tof vinden. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doeg! Niks, hè? Echt niet? Word je niet ineens heel groot? Nee? Oh, ik vind van wel. Je lag net nog daar. En nu lig je daar. En toen straks lag je nog hier. En nu lig je weer daar. Gaat toch veel te snel? Nee? Echt niet? Ik vind van wel. Oh, en vergeet je ook niet te abonneren, hè?